بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد، بارخ بليفا سورة الكافرون. لاست سورة اللي بهبة بهندلت، الكوثر. دارنا فوق سورة الكافرون. الكافرون بتيكد سمير الكافر. الكافر سيمون دي أونغلوفخيس. الكافرون هم د أونغلوفخي. تسمى هذه السورة dat Allah subhanahu wa ta'ala de profeet sallallahu alayhi wa sallam opdracht om ze aan te spreken. En deze sora heeft ook een verhaal. Dat was dat de mushrikoon, kuffar Quraysh, de ongelovigen van Quraysh, dat zij naar ja, de profeet sallallahu alayhi wa sallam kwamen met een voorstel. Toen ze zagen dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet van plan was om datgene te verlaten waar Allah jalla wa ala hem mee gestuurd heeft, dachten ze van weet je wat? We gaan een voorstel doen. En die voorstel was dat ze zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, We gaan één jaar jouw God aanbidden. En één jaar doe je met ons mee. En yani in onze beurt. Eén jaar doen we met jou mee. En de jaar daarop doen we. Doe jij met ons mee. Yani en in de shirk. Toen heeft Allah subhanahu wa ta'ala deze verzen geopenbaard. Tegen de profeet, aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij draagt hem op om te zeggen tegen de musjideen. Tegen de kufar Qul. Yani Qul. Zeg. يعني, zeg. Zeg. O Mohammed. Deze ongelovigen, die jou deze voorstel doen. Ya, zeg, o oh, jullie die ongelovig zijn. Zijn ongelovig in datgene waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, mee gekomen is en mee gezonden is. Zijn ongelovig in? in de islam, in Allah subhanahu wa ta'ala en zijn boodschapper. Ya, La abudu ma zeg tegen deze kafirun, Zeg tegen hun. La abudu ma ik ik, ik aanbid niet. Wat jullie aanbidden. En ook jullie aanbidden niet wat ik aanbid. Ik aanbid niet wat jullie aanbidden. Jullie aanbidden afgouden. Jullie plegen afgoderij. Ik aanbid Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is degene die het recht heeft om aanbidden te worden en niemand anders. En jullie aanbidden niet wat ik aanbid. Jullie aanbidden niet Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals ik Allah subhanahu wa Ala aanbid met iklaas. Ongelovigen, ik aanbid niet wat jullie aanbidden en ook jullie aanbidden niet wat ik, wat ik aanbid. Zowel niet in het verleden, ook niet in het heden en ook als het gaat om de toekomst. Voor degenen die zullen sterven op de koffer. Wat betreft degenen die moslim zullen worden voor hen, is het natuurlijk iets anders. Dan is het Allah. Dan is het Allah. En nog zal ik aanbidden wat jullie aanbidden. Ja, niet in de toekomst. Wala antum abi doonah ma'aboed. En ook jullie zullen niet aanbidden wat ik aanbid. Ja, dus met andere woorden. Wij zijn verschillend van elkaar. Ik zal niet jullie afgoden aanbidden. Zowel niet in het heden. En ook niet in de toekomst. En ook jullie zullen niet mijn God aanbidden. Zowel niet in het heden. als in uh, de toekomst. En in deze Sora. Deze Sora. Sora. Waarin de profeet sallallahu zich distantieert van de moeshrikien. Waarin de gelovigen zich distantiëren van het shirk en van de moeshrikien. Al-Bara'a. Een duidelijke afstand en een duidelijke distanciering van het aanbidden van afgoden, Of het plegen van afgoderij. Allah subhanahu wa ta'ala die zegt. Het laatste vers. Lekum Hij zegt tegen hun. Jullie hebben jullie religie. En ik heb mijn religie. Jullie religie bestaat uit het afgouden, uit aanbidden van afgoden. En jullie religie bestaat uit afgoderij. En mijn religie is de islam. Is overgave aan Allah subhanahu wa ta'ala. Is het aanbidden van de enige God die het recht heeft om aanbidden te worden. Kom, dien, kom, Jullie, jullie pad. En ik, mijn pad. Dat betekent niet dat het toegestaan is voor hun om bijvoorbeeld dat te doen. Lekker, dit is de werkelijkheid. En yani als zij niet willen geloven, dan volgen zij hun pad, en dat is de shirk. En wij volgen onze pad, en dat is التوحيد, het tawheed, het aanbidden van Allah. Subhanahu wa Deze Sura, Surat al-Kafirun, wordt ook wel Surat al-Ikhlas genoemd. Samen met Surat al ahad, zijn dit de twee Sura's die Surat al-Ikhlas worden genoemd. Want ook hier, in Surat al-Kafirun, gaat over het Ikhlas in de ibada Over het Ikhlas zuiver. ان من الله زيفر ان من الله سبحانه وتعالى. سوره الاخلاص خاتوفر ان انظر فورم فان توحيد توحيد الاسماء والصفات. يعني التوحيد يتماكى بمادة ايش من الله سبحانه وتعالى. نرى الرسول صلى الله عليه وسلم. دي كوبل دائما ريسيتير دائما ذا سوره فاكسامه. دائما يعني سوره الكافرون سوره الاخلاص قل هو الله احد ان قل يا ايها الكافرون يفورد

Ulluhuallahu al fajr je begint daarmee, jouw dag, je opent daarmee de gebeden. En een ander gebed, je hebt al gezegd, Allah. Ja. bij het tawaf ook. Na het tawaf, nadat iemand tawaf gedaan heeft, is het van de sunna om, raka te bidden achter Maqam Ibrahim of een andere plek. Dan is het ook van de sunna om deze twee suras te, te reciteren. Waarom? Ook hebben ze gezegd, de geleerden, de wijsheid daarachter, is omdat tawaf werd ook gedaan in de tijd van de Jahiliya. المشركين دايدا أو الطواف لكن الطواف دي, دي زي, دي دي زي ام, يعني أم أم الكعبة زاد الشرك إن طيب دوس الطواف فند مؤمنون إس توحيد اس عبادة الله عبادة في الله سبحانه وتعالى نا الطواف أو فر إن خبات التوحيد يا أيها الكافرون نقول هو الله أحد Waar komen ze nog meer in voorzamen? samen? Hoe was dat het? Ja. Bij het Bij het Dus je sluit ook eigenlijk jouw dag ermee. De gebeden worden afgesloten in de laatste uh, yani twee rak'a die er nog zijn dan van het witter. eerste rak'a is van de sunna om te isma al-a'la te reciteren. Surat al-a'la. Twee de tweede rak rak'a kafirun. En de derde rak'a surat al-ikhlas. Oké. Wanneer nog meer? Hoe was dat het? Ja. Zij iemand nog iets anders heeft? Herinner ons. deze twee suras worden allebei suratul iklaas genoemd. Zoals bijvoorbeeld, Kul Aoud Barabbil Felach en Kul bi Barabbil Naas worden deze twee genoemd. El Mu'awi Dateen. El Dateen. En en Ali Imran? Die hebben ook een naam, Tayb. Gelaas. Ger, inshallah. Eden, dit is Kul Ya Yuhu, El Kafiroen. deze surah gaat over het distancieren van el koffer en van de koffaar. En het verkondigen van. توحيد سلامة الله. الصوره دي لما الصوره النصر. النصر اوفر the overwinning. الله سبحانه وتعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا سبح بحمد ربك واستغفره. انه كان توابا. overwinning, اوفر overwinning? Welke overwinning Welk gaat het hier? Het gaat hier om het Mekka. Jullie weten, Rasul sallallahu alayhi wa sallam was gevlucht vanuit Mekka. Hij heeft de emigratie eh, verricht naar al Medina. Hij heeft Mekka verlaten. En hij is gevlucht omdat de moslims daar gevolgd werden en ze werden daar gemarteld. Hey, hij vertrok naar de Medina. Maar in Mekka is weer daarna teruggepakt of terug ingenomen. Dat is deze overwinning. Deze, dit jaar heet Amul Fatah. Dat was het achtste jaar. Het achtste jaar van wat? Van de Hijra. Dus na hoeveel jaar is hij teruggenomen? Na acht jaar, hij heeft Hijra gedaan, toen begon de jaartelling, in de achtste jaar is Mekka weer terug ingenomen. Dat is dus na acht jaar dat hij Mekka had verlaten en dat Mekka in de handen was van de Mosniken, is Mekka weer teruggenomen. Dat was aan het einde van zijn da'wa. Allah Jalla wa die zegt in, dit, uh, in deze Sora: en deze Sora is, is de laatste Sora wat geopenbaard is als Sora.

In Feth, Mekka. Allah zegt daarna, yani, als Allah subhanahu wa ta'ala deze overwinning voor jou heeft waargemaakt. En Mekka is weer bevrijd en terug ingenomen. En het is uiteindelijk weer uh, belad al-islam geworden. Het is een islamitische land geworden weer. En je ziet dat de mensen de religie van Allah hebben onarmd, omarmd en binnen zijn gaan treden in groepen. En toen de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam Mekka binnenkwam in het achtste jaar van de Hijra, hij kwam Mekka binnen zonder en hij, hij, er, er heeft geen strijd plaatsgevonden. Hij kwam met 10.000 man. Vanuit Medina waren ze met 10.000 man. Toen ze binnenkwamen, heeft er geen strijd plaatsgevonden. Hij heeft Mekka ingenomen zonder en zonder oorlog, zonder uh, en dat er jihad plaats heeft gevonden. Fayeb, hij heeft hier alles ingenomen. En hij was de overwinnaar. Fayeb, en uh, de die waren daar natuurlijk. De kuffar ook, yani de die waren daar. En uh, yani zij dachten: van oké, okay, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam heeft nu uh, de overwinning behaald, heeft ons verslagen. Wat gaat er met ons gebeuren? Wat gaat er met ons gebeuren? En ze hebben de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam verjaagd. Hebben ze, yani, huizen, ze hebben de moslims uit hun huizen gehaald en ze zijn gevlucht naar de Medina. En uh, ze hebben hun gemarteld. Yani in de tijd dat de moslims zwak waren en dat ze in mindere. Dat uh, ze uh, in kleine getalen waren. De profeet Sallallahu Alaihi in Mekka. Heeft hij tegen hen gezegd: Wat denken jullie dat ik met jullie ga doen? Nu ben ik hier de overwinnaar. Ik heb Wat denken jullie dat jullie te wachten staat? Wat denken jullie dat ik met jullie ga doen? Zeiden: En te kareem, Wabnu kareem. Jij bent iemand die vrijgevig is. Iemand die keda is. En de zoon van keda, Wakeda. Alle Hij zei: En te Hij Jullie zijn allemaal vrij. En ik zal niemand van jullie wat aandoen of gevangen nemen. Ze zijn allemaal yani, vrij. Hij heeft ze allemaal uh, vrijgelaten. Vrij wat gebeurde daarna toen de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam Mekka had ingenomen? Of uh, Mekka werd bevrijd? Wat gebeurde daarna? De Arabieren waren niet alleen in Mekka. Mekka waren Quraysh, en de stam Quraysh waren in Mekka. De Arabieren leefden ook ergens anders. En toen de Arabieren hoorden dat de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Mekka had bevrijd en de Kofar Khorije zijn verslagen. Zijn die Arabieren die eigenlijk daarvoor of aan het twijfelen waren of aan het wachten waren wie zal overwinnen? Kofar Khorije of de Profeet sallallahu alayhi wasallam En die waren een beetje daartussenin. Of sommige van hen waren gewoon ongelovig, die Dat waren ze allemaal. Alle kulihal, deze Arabieren. Die kwamen allemaal naar de Profeet alayhi wa sallam, om de islam te omarmen. Ze kwamen in groepen. Dus Allah die zegt. Afwaja. Voor deze Fatah Mekka werden mensen wel Moslim. Kijk in één, twee. Het waren, kleine, het waren kleine getalen of kleine groepjes of, of individuele. Of daarvoor nog werden ze moslims zonder dat. Bekend te maken. En ze waren bang om dat bekend te maken. Voor uh, deze periode. En vooral in de periode. De islam nog, toen de islam nog pas begonnen was. Na vet mekka. Nadat mekka is uh, vrij. Uh, is bevrijd. Kwamen de mensen de islam omarmen en binnen. En ze kwamen de islam yani, uh, omarmen en accepteren. In grote groepen. In yani groep, groepen volgden andere groepen. Stammen volgden andere stammen. Vandaar dat de negende jaar. En yani in die jaar na vet mekka.

و بحمدك ترخ تسبيح جبارت من الحمد جبارت من الحمد. التسبيح؟ سبحان الله وات ذات سبحان ربي العظيم سبحان الله. التسبيح از الله سبحانه وتعالى تعالى براي فان ادر الكورت كومينج يعني يزكت استفاره الله جل وعلا من فان الكورت التسبيح سبحان الله التنزيه من النقائص والعيوب، من الله كومينغ كومين، من الله جل وعلا، الله جل فول مكت. وبحمدك، وبحمدك، از برايزة من الله تبارك وتعالى. از لوف من الله جل وعلا. يعني آه الثناء، از برايزة من الله، از لوف من الله تبارك وتعالى. هذه الثلاثة متخبارتخان. يعني التسبيح متخبارتخان، والتحميد. مت هذا تو هاي أوك ذو فاك، زين، ان أدعية، يعني ان أذكار، هي سبحانك اللهم وبحمدك. طيب. سبحانك الله وبحمدك أنا أوكير سبحان الله والحمد لله نزول صوت حديث يعني كلمتان خفيفتان على اللسان وصوت عند سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله خد آت خبرت مت تحميد مت الحمد لله إذا سبحان الله والحمد لله ديز تفي خان آت سام طيب دار أوكير الله فسبح بحمد ربك كنت القرآن كم تهيل ترخ سبح بحمد Uh, بحمد ربك واستغفره استغفر الله جل وعلا يعني دو التسبيح ان الله en, en prijs hem van en ook en vraag hem om الله جل و علا heeft وعلا له صلى الله عليه وسلم الدين heeft de voor hem volmaakt hij heeft zijn gunst ook voor hem compleet gemaakt en de mensen hebben de Islam omarmd en geaccepteerd هاي هيفت القريش الأسلحة والمكة بفريت إن ذا الله تبارك وتعالى إن ذا يعني وار، أه... صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا فرمود رأيز فرمود أه... دنكة، إن أوك نتولك الدعوة، صفر إذا الله جل وعلا زخت صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك واستغفره، نوكل فراخ Vergiffenis. Vraag vergiffenis. Vraag vergiffenis nadat Allah subhanahu wa ta'ala jou in staat heeft gesteld. Om deze te verkondigen, verkondigen. Vraag aan vergiffenis. Dit is in de Koran, in de, in, 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 in de Sunnah komt ook terug op andere, bij andere, eh, op andere plaatsen. Bijvoorbeeld, na het gebed. Als we klaar zijn na het gebed. We hebben het gebed afgerond. Na de teslim, waarmee beginnen we als eerste? Met een istighfar Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. De profeet heeft de duwen afgerond. Verkondigd. Allah zegt tegen hem. واستغفر راح الله في الخفنس استغفر الله استغفر الله زو اوك بفضل الحج ناء الله جل وعلا فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله لي فإذا قضيت مناسككم إذا أفضت من عرفات فاذكروا الله هذه كثيرا كثيرة أو سات والاستغفار لأن الاستغفار كنت فاكفر فور نا الطاعة ناء العبادة فروم عندما دايز عبادة دي فرخت هبت نويت والماكتس نويت Is zoals het eigenlijk hoort. Er zit altijd wel een gebrek in. Of gebrek in de Of gebrek in goshoor. Of gebrek in andere hoedanigheden en dergelijke. We wij vragen Allah subhanahu wa ta'ala vergiffenis. Voor de tekortkomingen. Voor de gebreken. Om dat daarmee te compenseren. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Allah jalla wa ala is En Een Betekent dat Allah subhanahu wa ta'ala veelvuldig berouw accepteert. Hij is berouw, aanvarend, veelvuldig. De is een over de Sigat al Mubale, door zijn veelvuldige acceptatie van berouw en aanvaarding, en die vraag je hem om berouw. Hij vergeeft en hij accepteert berouw dag en nacht. Dag en nacht, zoals de profeet in hadith zegt in Hadith, In Allah.

Tot het uur plaats zal vinden. In Allah, dag en nacht vergeeft Hij, en dag en nacht accepteert Hij en aanvaardt Hij. En daarom is een van Zijn namen het Tawab. Het Tawab, veelvuldig berouw, aanvarend, of veelvuldig berouw, accepterend. In de hoekene, in de kana Tawab. Deze vers wat ik net zei, is, of deze sora is de laatste sora die geopenbaard is aan de profeet sallallahu alaihi in zijn, in zijn geheel. In zijn geheel. Deze sora duidt er ook op dat zijn boodschap en zijn taak erop zit. Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen hem, sabbih bihamdi rabbika wa astaghfir. Ik bedank jouw heer, door middel van het tezbih, en het tehamid, en middel van subhanallah, walhamdulillah en ook astaghfirullah. En Allah jallahu wa ta'ala is berouw aanvarend. Met andere woorden, jouw taak zit erop. En dit... فذين الفرزه <سؤال> وردت اظهرت ده النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في ركوعه هاي سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك وقد الدعاء اين الركوع سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك هاي من الركوع ربو قدوس الفور حنك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ربو قدوس قول الملائكه والروح هاي زي الدعاء في صلاته في صلاته هاي رضي الله تعالى عنه هذا زي زي هاي براكتيزير دات خينه واطا اوپن باارتيس ان هم كان يتاول القران هاي اكسبتير أو هاي فرغيت دات ان زين ركوع ان زين السجود عن رضي الله تعالى عنه هاي de leider was van de gelovigen nadat Abu Bakr gestorven was was Umar ta’ala anhu de emir, amir al mu’minin en Umar ta’ala had bijvoorbeeld soms bijeenkomsten en die yani overleggen vergaderingen met uh, de oudere Sahaba de grote Sahaba grote muhajj yani ahlu die Ahlul Badr degenen die met Badr en dergelijke en Abdullah ibn Abbas was een jongen met hij was iemand die had veel kennis van de Koran. Abdullah ibn Abbas die, uh, bracht Omar aan. En hij nam hem ook mee in die, in die overleggen en in die bijeenkomsten. Waar, die gro waar de grote Sahaba aanwezig waren. De grote Sahaba die zagen hem als een kleine jongen, want hij was ook een kleine. Hij was een kleine jongen. En hij was misschien 17 jaar. Of, en hij was klein. Want hij was in de tijd van de profeet. Hij was nog heel jong. Abdullah ibn Abbas. Deze de sahaba. De grote sahaba. Die zagen dat eigenlijk. Als yani, Abdullah ibn Abbas. Hoort niet in deze gezelschap. Want Abdullah ibn Omar. Was er ook niet. En heel veel sahaba waren er niet. Omar radiallahu ta'ala. En Umar, ta anhu, Die haalde hem binnen. Om zijn kennis. En hij wou dat laten zien. Aan deze sahaba. Aan deze grote sahaba. Dus op een dag. وارد الصحابة بالكار دخلوا الصحابة بالكار أن عمر رضي الله تعالى عنه زايت إخهن فات زخ يولي أوفر سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فات إش يولي يعني تفسير ذا فانا إذا يعني لا التفسير سورة النصر يعني ذا لتر لك أوف ذا تخين فات ذا أوت ديركت Voortvloeit en als de overwinning is behaald en dergelijke, en de mensen die betreden de islam in groepen binnenkijken, wat we net hebben gezegd. Hij zegt: Is dat, geen, is dat, is dat, is dat, is dat wat jullie ervan begrijpen? Zeiden, Naam, dat, dat klopt ook. Toen zei hij tegen Abdullah ibn Abbas: Wat begrijp jij ervan? O oh, Abdullah ibn Abbas. Hij zei: Ik begrijp ervan dat de dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam nabij is. Deze Sora duidt erop dat zijn dood nabij is, dat zijn boodschap bekondigd is. Toen zei

ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب امرأته حمالة الحطب جيدها حبل من مسد سورة المسد المسد ان uh, فيزل يعني ورمي ورمي افان يعني فان فان المسد الله جل وعلا زخ تبت يدا ابي لهب وتب تبت يدا ابي لهب وتب ديز السوره هيفت اوكن فرحال قصه ده طرس. Toen Allah subhanahu wa ta'ala, de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, toen Hij hem opdracht had gegeven om de islam, om de islam, in yani, uh, het openbaar, te verkondigen. En yani hij had de opdracht gekregen om de islam te verkondigen aan de Quraysh, de Arabieren, in het openbaar. Dat deed de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, die besteegde de berg As Safa. As Safa is een berg in Mekka, een heuvel. deze heuvel in Mekka werd gebruikt door de mensen van Mekka. Als bijvoorbeeld iemand wat te vertellen had, hij had nieuws die hij wou verkondigen, dan besteeg hij safa en dan riep hij de mensen op. Dan kwamen de mensen bij elkaar en dan vertelde hij datgene wat hij, wat hij wou vertellen, het nieuws wat hij wou overbrengen. Dus Rasul sallallahu alayhi wa hij, hij besteeg deze bergen safa, de heuvel en hij riep de Arabieren, hij riep ze stam voor stam of hij riep ze... Familie, familie. Ja, ben ik ja, ben ikada, Ook kinderen van die. Dus de families, riep hij, riep hij. hij riep ze één voor één. Omdat ze allemaal verzameld, werden, verzameld waren om, om Rasul sallallahu alayhi wasallam, heen. En ze wachten op zijn nieuws. Hij zei toen tegen hen, tegen deze uh, Quraish... Ze wisten nog niet dat hij, en niet, dat, aan hem, dat, dat aan hem werd geopenbaard. Voordat zij dat wisten. Ze zeiden tegen hem: Als ik jullie zou vertellen dat achter deze grote berg. Achter ons. Als ik jullie zou vertellen dat daarachter. een leger. een leger klaar staat om jullie aan te vallen. en die paarden, ruiters. als ik jullie vertel dat daar een leger klaar staat. met paarden en ruiters. die jullie willen aanvallen. zouden jullie mij geloven? Zeiden tegen hem. we hebben jou nooit op een leugen betrapt. en als jij ons dat zou vertellen. zouden we dat geloven? Toen zei hij tegen hen. hij zei. ik ben een waarschuwer voor jullie. en een verkondiger voor jullie. Ik ben een verkondiger en een waarschuwer. Tegen een pijnlijke bestraffing. Door degene die niet gelooft in Allah subhanahu wa ta'ala en de islam. En, en hij verkondigde toen de boodschap aan Quraysh. Aan degene die aanwezig waren daar. En een van de aanwezigen was zijn oom. Hij heette Abu Lahab. Dat was niet zijn naam, dat was zijn bijnaam. Abu Lahab. Zijn echte naam was Abdul Uzza. En de slaaf of de dienaar van Al-Uzza. Al-Uzza was een sanam. was een afgod dat aanbeden werd door de Arabieren. Maar hij werd Abu Lahab genoemd. Toen werd hij al Abu Lahab genoemd. En Abu Lahab. Lahab is een vlam. Lahab is een vlam. Hij had een gezicht zoals een vlam. Hij leek op een vlam. Hij was rood en gloeiend. En hij was mooi. Abu Lahab. Hij was een oom van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij was de broer van zijn vader. Abu Lahab, toen hij dat hoorde, zei hij tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei: Tab ben betekent. En ik verloren ben jij. Je bent verloren vanaf vandaag. En je Jani, ben je niks meer waard. En ben je verloren vanaf vandaag. En jij komt ons vertellen. Je verzamelt ons. En je roept ons om dit te vertellen aan ons. Heb je niks anders om te vertellen? Als je dit ons komt vertellen. Je bent verloren vanaf vandaag. Je bent niks meer waard. Toen openbaarde Allah subhanahu wa ta'ala deze verse. Dit is ook een van de eerste soras die geopenbaard werden. Dit was nog in het begin van de da'wa van de islam. Want de mensen wisten nog niet. Heel veel van de Quraysh wisten nog niet dat. Uh, hij gezond is door Allah subhanahu wa ta'ala Allah openbaarde, een waarde Tebbet abi lahabin Watab Verloren is degene uh, Of yani, letterlijk -like bij Beide handen van Abu Lahab Zijn verzekerd van verlies Of zijn vernietigd of verloren Hij is degene die echt verloren heeft Beide handen hiermee Of letterlijk beide handen Of daarmee wordt bedoeld Abu Lahab zelf Want de handen uh, de Arabieren, ze zeggen soms handen. Like ze bedoelen de persoon zelf. Dat is ook in het Nederlands. Ze zeggen bijvoorbeeld wat jouw handen hebben aangericht. En yani wie heeft het aangericht? Jij ja, hebt het aangericht. Ook in de Koran in de zegt Allah subhanahu wa ta'ala: ja, yani, wat jullie handen hebben aangericht. En yani hier ze zegt Allah subhanahu wa ta'ala: verloren zijn zijn handen of vernietigd. Yani, abu Lahab. Het maakt niet uit of het nou het een of het ander is. Het heeft dezelfde betekenis. Verloren is hij. In plaats van de Profeet sallallahu alayhi wasallam is hij degene die echt verloren heeft. Die echt vernietigd zal zijn. Door Allah subhanahu wa ta'ala. En die uh, gestraft zal worden in de hel. Want Allah zegt. Ma agna aanhu, hu anhu maluhu wa ma Abu Lahab, deze oom van de Profeet sallallahu alayhi wasallam Zijn rijkdommen die hij heeft uh, verzameld. Zijn kinderen. Dat zul, die zullen hem niet, zullen hem niet baten. Die zullen hem niet baten. Abu Lahab wat ik net zei is een oom van de profeet sallallahu En de rasool sallallahu had meerdere ooms. Wieb, sommige van zijn ooms zijn moslim geworden. Zoals? Ja, dus el abbas Al-Abbas is ook een oom van de profeet sallallahu wa Was moslim. Was sahabi. En Hamza. Hamza was ook zijn oom. En hij was natuurlijk een van de beste ook. Was ook uh, sahabi. En Abu Lahab was zijn oom. Lijkt in kafir. En daarnaast was hij ook nog eens een vijand van de Profeet Sallallahu alayhi. Wasallam. En hij had een andere oom, Abu Talib. Abu Talib was ook een musrik. Hij was niet vijandig. Hij was een musrik. Ondanks dat hij moesrik was, verdedigde hij de Profeet Sallallahu wa Wasallam. En hij beschermde de Profeet Sallallahu wa Wasallam. Ze konden hem niet veel aandoen, omdat Abu Talib hem in bescherming nam. Hij heeft hem natuurlijk ook hij natuurlijk, uh, een tijd lang opgevoed. Abu Talib, mijn hem en Hoemelu, hoe zijn rijkdommen die hij heeft verzameld en verworven. Die zullen hem niet baten. En ook zijn kinderen niet. Zullen hem niet baten. Sayasla Allah die zegt over yani, uh, Abu lahab, la naran lahab. Hij zal branden in een vuur van vlammen. Lahab. En jullie hebben gezien. Hij werd al Abu Lahab genoemd. Dat was zijn kunia. Zijn Lachab. Voordat dit was gebeurd. Werd hij al Abu Lahab genoemd. Yani de, degene met een gezicht zoals een vlam. Abu Lahab, yani zoals iemand, heeft een gezicht zoals een vlam. Of, of, of de vader van een vlam. Of degene die op een vlam lijkt. Dus hij werd al daarmee geassocieerd met die vlam. En vervolgens wordt deze zora geopenbaard, waarin, waarin die vlammen terugkomen. Dat deze vlammen hem zullen laten verbranden in de hel. Kijk, subhanallah. Zoals yani, sommige geleerden zeggen, hij had. Een mooi gezicht, zoals een vlam. Laken, het kan, het kon ook, hij kon ook bijvoorbeeld een kunja krijgen. Niet zoals een vlam, maar bijvoorbeeld zoals een licht. Of zoals een maan. Of zoals, want hij, hij glimde en hij gloeide. Zoals een licht of een maan. Bijvoorbeeld Abu Noor, of Abu uh, Duya, of Abu Kedda. Hij kreeg de lakab Abu, Abu Lahab. Dit was gewoon al was voorgeschreven voor hem. En ook deze verzen die geopenbaard werden. Sayasla narandata. Lahab, die vlam komt weer terug in deze verzen. Dus hij zal in de hel terechtkomen en verbranden uh, door middel van deze uh, vlammen. En ook zijn vrouw. Terugkomend op zijn bestraffing in de hel, deze Sora, deze sura, is een wonder, is wonderbaarlijk. Want deze Sora duidt erop dat de Koran afkomstig is van Allah subhanahu wa ta'ala. Niet verzonnen is door de profeet sallallahu a wasallam. Abu, Lahab, Abu Lahab, hij heeft nog tijd lang geleefd na de openbaring van deze Sura. En deze mushrikien, die kofar, zij probeerde er alles aan te doen om de profeet sallallahu alayhi wasallam om zijn waarheid yani in twijfel te trekken. Hij heeft nooit kunnen zeggen van, en yani hij had kunnen zeggen van. deze man waarmee hij is gekomen, en yani de profeet, klopt niet, want. Ik heb me aangesloten tot deze religie. En ik ben moslim geworden. Dus datgene wat hij zegt klopt niet. Dus zijn waarheid, uh, yani, hij is een leugenaar en hij spreekt niet de waarheid. Werkend omdat dit afkomstig is van Allah, subhanahu wa taala, is dat zo gebleven. Hij heeft dat nooit kunnen beweren. Hij heeft dat nooit kunnen zeggen, totdat hij is gestorven als mushrik. Want hij is gestorven als mushrik en als vijand van de Profeet, sallallahu alaihi wasallam. Hij werd daarmee geholpen door zijn vrouw.

Yani, er wordt gezegd dat zij, dat zij uh, hout verzamelden. En die hout was met uh, dorens en dergelijke. En dat gooiden ze voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam voor zijn deur en in zijn pad, en dergelijke, yani, om, hem, om hem tot last te zijn en om hem yani, uh, schade toe te brengen. En sommigen die zeggen van Hamalat al-Hatab wordt door de Arabieren gebruikt, ook voor iemand. Die, uh, die mensen die of die anderen opsteekt tegenover elkaar. En yani ze stak de mensen op tegenover de Profeet Sallallahu alayhi Wasallam. Ze lasterden de Profeet Sallallahu alayhi Wasallam. En dat is ook een van de betekenissen van Hamalat al Hattab. Allahu a'lam. Wasallam. BG die haar habbaloon mi Waar het om gaat is dat, is dat zij ook vijandelijk was. Zoals haar man vijandelijk was. Tegenover de Profeet Sallallahu Dat is geen excuus. Dat is geen excuus voor een vrouw. وم حرمت فولغه ان رخت في جديها حبل من مسد الله زغت اوفرها يعني ام نك هيفز ان تاو فان يعني ام نك ترجت ان تاو فان طيب في جيدها حبل من مسد طلعت ان شاء الله تعالى هباي الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم